Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Ga heen, in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Dat is, zeggen de kanttekeningen, alle volken. Niet alleen de Joden, maar ook Grieken of heidenen. Ga de wereld in, predikt het evangelie aan allerlei volken. 10.000 kilometer hier vandaan, heel ver naar het oosten, een beetje naar het zuiden, daar woont zo'n volk in Cambodja, het Khmervolk. Een volk met een lange geschiedenis, een gouden tijdperk in de periode die wij de middeleeuwen noemen. Later heel veel verwikkelingen over wie er de macht had en aan wie delen van het grondgebied toebehoorden. Ook een inktzwarte bladzijde, toen onder leiding van Pol Pot, de Rode Khmer, de samenleving wilde vormen naar marxistisch model. De jaren 1975 tot 1979 staan in de zielige grift. Ieder heeft verliezen geleden door marteling, moord, uitputting en honger. En de trauma's en de ontwrichting daarvan zijn vandaag de dag nog overal merkbaar. In die lange geschiedenis zit een klein stukje kerkgeschiedenis vervlochten. Vanaf de 16e eeuw kwamen sommige Khmer-mensen in contact met Rooms-Katholieke missionarissen uit Portugal. Later, in de 19e eeuw, werden de Fransen actief. Uit deze tijd stamt nog een handgeschreven vertaling van het evangelie naar Lucas. De eerste protestantse zendelingen kwamen pas in 1923. Vandaag de dag zijn er veel kerkjes en zendelingen in Cambodja aanwezig. Maar de kerk is nog erg jong, onervaren, kwetsbaar, kinderlijk en klein. Al die mensen in Cambodja die geen christen zijn, bijna 97% van de mensen, wat zijn ze dan wel? Wat geloven ze? Of waar stellen ze hun dagelijks vertrouwen op? Calvijn schrijft dat ons hart een fabriek van afgoden is. Wellicht kent u de uwe. Datgene waarop wij ons vertrouwen stellen buiten Christus, waardoor wij met de daad hem verloochenen. Wat is dat in het leven van de Khmer? Wel, de nationale godsdienst van Cambodja is het boeddhisme. Het boeddhisme wordt ook sinds eeuwen gezien als deel van de identiteit van het Khmervolk. Als je Khmer bent, dan ben je boeddhist. Het boeddhisme kent verschillende vormen die deels op elkaar lijken, maar deels ook helemaal niet. Het dikbuikige boeddhabeeld kom je in Cambodja niet tegen. Ook staan de boeddhabeelden niet bij de mensen thuis, maar alleen in de tempel. Een paar trekken van het boeddhisme zoals dat in Cambodja algemeen is. Elk dorp en elke wijk van de stad heeft zijn eigen boeddhistische tempel. Dat is niet in de eerste plaats een plaats om te aanbidden, maar het dient meerdere doelen. In het hoofdgebouw staat de verzameling boeddhabeelden. In deze zaal komen vooral op bijzondere gedenkdagen meest oudere vrouwen bijeen om een onderwijzing van de monnik te horen en een zegen te krijgen. Ook is het een plaats waar de mensen naartoe gaan om hun wensen kenbaar te maken, vergezeld van offergaven. Al weten ze eigenlijk niet wie er luistert. Het boeddhisme kent geen godheid die regeert en oordeelt. Het kent alleen leermeesters die voorbeelden nalaten van goed leven. Wiens wijsheden men uit het hoofd leert en probeert na te volgen. In de praktijk leeft de Khmer vooral bij deze ene wijsheid. Wie goed doet, ontvangt goed. Wie kwaad doet, ontvangt kwaad. Deze levensgids kan gelatenheid met zich meebrengen,
Als iemand lijden, ziekte en moeite ervaart, dan zal dat wel komen door slechte verdiensten van een vorig leven. Daar is niets aan te beginnen. Andere mensen geeft het moed om als een goed mens te leven, zodat hun omstandigheden in een volgend leven hopelijk beter zullen zijn. Maar het boeddhisme is niet het hele verhaal van wat de Khmer-mensen geloven. Of het is zelfs maar een klein stukje van het verhaal. Een dun omhulsel, een uiterlijke verschijningsvorm. Want onder en door deze boeddhistische vormen bevinden zich andere zaken die nog veel dieper geworteld zijn in het Khmer-volk. In het kort gezegd, er zijn sporen van Hindoeïsme. Er is voorouderverering naar het voorbeeld van Chinese families. En er is volop animisme. Wat is dat animisme onder de Khmer? Ik wil u een aantal voorbeelden noemen. Deels uit mijn eigen omgeving en deels wat ik gehoord of gelezen heb van anderen. En daarbij vraag ik u te denken aan de volgende tekst. Uit Efeze 6, vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Een aantal voorbeelden van het animisme in Cambodja dus. Elk Khmer erf en huis heeft kleine offerplaatsen voor geesten. Fruit, drinken en wierookstaafjes worden dagelijks verwest. Want buiten zwerven onbekende, kwaadwillende geesten. Als men de geest van het eigen erf trouw dient, dan zal hij de bewoners beschermen tegen wat hen van buitenaf kwaad wil doen. Voordat een akker wordt bewerkt, voordat een klus op een bouwplaats start, als je een nieuw huis betrekt of als je een nieuwe auto in gebruik neemt, bij al deze gelegenheden zijn offers vereist. Gaven aan de geest van de akker om toestemming en zegen over het werk. Evenzo bij de bouwplaats. Gaven voor de geesten om bescherming, veiligheid en voorspoed in je nieuwe huis. En als je met de auto onderweg bent. Sakti vertelt, toen ik klein was, als ik veel of bang was, pakte mijn moeder altijd een witte draad en knoopte die om mijn pols. Khmer-mensen geloven dat elke persoon 19 geesten heeft. En wanneer iemand bang is of erg ziek, kunnen één of meerdere van die geesten, de kleinste het eerst, het lichaam verlaten. Dus terwijl ze het koordje vastbond, zei mijn moeder, jullie 19 geesten, kom terug naar ons grote huis, naar onze hoge plaats. Ik herinner me nog die keren dat mijn moeder touwtjes voor me bond. Als ze dat deed, was ik niet meer bang en voelde ik me op mijn gemak. Aldus Sokti. Tegenwoordig zie je niet veel witte touwtjes meer, maar wel rode koordjes die gedragen worden om de pols. Volwassenen dragen ook touwtjes om hun middel. En voordat die omgebonden worden, zingt een traditionele genezer of een boeddhistische monnik magische woorden en blaast ze op de draden. Sommigen sprenkelen er ook water op. Mensen geloven dat die magische woorden op hun taillekoord hen beschermen. Wekelijks werk ik een ochtend samen met een jonge Cambodjaanse juf. We geven Engelse les aan dorpskinderen. Op zondag doet zij ook zondagsschool in datzelfde dorp. Onlangs vroeg ze, teacher Hannah, dat ben ik, hoe zit dat? Ratchina, dat tienermeisje van de zondagsschool, stelt veel vragen. Ze is soms ook erg bang. Haar moeder is gestorven. Zij ging tijdens haar leven vaak naar de waarzegster voor allerlei kwesties. Op een dag voorspelde de waarzegster dat zij, die moeder van Ratchina, niet oud zou worden, maar op een bepaalde leeftijd zou sterven.
En dat is ook gebeurd. Hoe kan dat? Op een andere dag zeg ik: Hé, wat fijn dat Nyeria weer is. Ja, tietje Hanna, ze durft niet goed te komen. Zij ziet soms geesten. Toen ze voor het eerst hier naar het schooltje kwam, zag ze ook een geest, daar zo. U weet wel, zo'n geest zo zonder hoofd, daar op het plein staan. Er is vroeger een meisje dat in haar huis woonde, gestorven door een verkeersongeluk. En daarom is ze thuis ook altijd bang. En nu is ze ook op de weg door het dorp bang, omdat pas geleden die man, u weet wel, zich verhangen heeft. Ja, ik weet het. Zij denkt dat het een geest was die hem dat liet doen. Dit is de wereld van het Khmervolk, waarin Zending Gereformeerde Gemeente zich bevindt in Cambodja. In 2016 koos ZGG met behulp van een oriënterende reis en diverse gesprekken Cambodja als nieuw zendingsveld. Als doelen werden gesteld: 1. Het bereiken van degenen die nog steeds onbereikt zijn met het evangelie. En 2. Het toerusten van de kleine kerkjes die al wel aanwezig zijn. Sinds 2017 mogen er ZGG-werkers in het land zijn. Op dit moment zijn dat 2 vrouwen, Wieneke van Horsen en ikzelf. De allereerste taak nadat je aangekomen bent in Cambodja is studeren. 1,5 jaar, 2 jaar studeren. Op de taal en op de cultuur, die allebei zo anders zijn dan dat wij als Nederlanders kennen. Die studiejaren worden doorgebracht in Phnom Penh, de hoofdstad van het land. Daarna volgt de tweede taak. Pionieren, oriënteren, leren kennen van mensen, verkennen van het gebied, aftasten van werkzaamheden. Omdat ZGG vanaf het begin de blik gericht heeft op het noordwesten van het land als werkterrein, vindt dit plaats in Siem Reap, een middelgrote stad met veel voorzieningen in het noordwesten van het land, zo'n 300 kilometer van Phnom Penh. Als pionierswerker op het veld probeer je uit, doe je onderzoek, spreek je mensen en doe je veel ervaringen op. Waar gaat het over? Bijvoorbeeld over hoe je als buitenlander tussen de mensen kunt wonen. En in het bijzonder hoe dat gaat als vrouw alleen. Over wat andere kerken doen en waarom dat werkt of niet werkt. Over hoe de lokale kerkjes ervoor staan en waar ze behoefte aan hebben. Over wat een buitenlandse werker moet doen om een verblijfsvergunning, een visum te hebben en te houden. Over hoe dat in de praktijk werkt. Over hoe de situatie van de mensen in de dorpen is. Welke problemen er spelen. En hoe dat het werk van een zendingswerker kan belemmeren. Of hoe het juist openingen kan geven. De Bijbelse boodschap vertellen aan mensen die er nog nooit van gehoord hebben, dat heb ik het afgelopen jaar niet vaak gedaan. Het was er de tijd nog niet voor. Veel voorbereidend werk is nodig om daar te komen. Ikzelf weet weinig van de wijnbouw, dus ik zal me niet wagen aan concrete vergelijkingen. Maar u kunt er zich met mij vast wel iets bij voorstellen. Dat er veel werk verzet moet worden alvorens je wijnstokken kunt planten. Een wijnbouwer plant zijn wijnstokken immers niet in de wildernis, maar in een verzorgde wijngaard, waar onkruid en roofgedierte worden bestreden, met een goede bodemgesteldheid, met afmetingen en een werklast die passen bij de draagkracht van de werknemers. Er is genoeg te bedenken. Wel, ergens in dat voorbereidende traject bevindt zich het ZGG-werk in Cambodja. Een heel grote factor in al die voorbereidingen is de Cambodjaanse cultuur. Relaties zijn alles in de Khmercultuur. Als je bijvoorbeeld zelf een werkman, een service of een product opzoekt, is er geen garantie.
Iemand kan de kantjes eraf lopen. Iemand kan een veel te hoge prijs vragen. Iemand kan bij een reparatie materialen gebruiken van mindere kwaliteit. Maar als je iemand via een relatie krijgt, dan kan je ervan op aan dat hij of zij je goed behandelt. Relaties in de Khmercultuur moet je voorzichtig en langzaam ontwikkelen. Maar wat is voorzichtig? En hoe langzaam is langzaam? Van elk een voorbeeld. Wat betreft voorzichtig dit. Voorzichtig aan relaties werken heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat elke buitenlander die in Cambodja werkt een verblijfsvergunning nodig heeft, een visum. Het is niet nodig om een echte baan te hebben, maar in deeltijd bepaalde taken doen voor een organisatie is voldoende. Hiervoor moet je dus samenwerken met anderen. Om te ontdekken wie er bij jou past en wie jou een plek kan bieden, moet je tijd met de mensen doorbrengen en dingen samen doen. Er moet vertrouwen zijn, maar het moet ook duidelijk zijn dat het geen verbintenis is voor altijd. Een verblijfsvergunning is noodzakelijk, maar als dat je voornaamste doel is in de samenwerking, kan het ook problemen opleveren. Want overeenkomsten in Cambodja zijn nooit puur zakelijk. En uit elkaar gaan kan zomaar opgevat worden als dat je de ander afwijst, wat pijnlijk is. De uitspraak, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is in Cambodja een waarheid, nou als een koe, wel als een olifant. In mijn geval is het de lokale kerk die mij een plekje biedt, met een vrijwilligersovereenkomst als lerares Engels. Een aantal uren in de week besteed ik aan online Engelse les aan jongvolwassenen en een aantal uren aan Engelse les aan dorpskinderen op een kleine post van de kerk buiten de stad. Wat betreft langzaam dit. Toen ik in mijn gehuurde huis in Siem Reap kwam wonen, wilde ik graag kennis maken met de buren. Ook bedacht ik al snel dat het fijn zou zijn als iemand uit mijn naaste omgeving een helpende hand zou bieden in de ruime tuin om het huis. Maar het was COVID-tijd. Ik kon niet zomaar bij de mensen gaan zitten en praatjes maken. Want misschien waren ze eigenlijk wel bang voor mij. Maar dat zouden ze nooit zeggen. Dus ik heb gewacht. Alleen mijn overburen kende ik al snel, want zij zijn de beheerders van mijn huis. Toen COVID voorbij was, kon ik met kleine boodschapjes de buren gaan opzoeken. Gaan zitten bij het koffiestalletje. Een praatje maken bij de kokosnootverkoopster. Kleinigheidjes overhouden van mijn supermarktlijstje, omdat het van alles en nog wat winkeltje ze ook verkoopt. Ook regelmatig de fiets pakken, hielp om een bekend gezicht te worden. Gaandeweg leerde men mij kennen van de gesprekjes en niet alleen van het in- en uitgaan. Wat huis en tuin betreft, dat schoot nog niet op. Mijn schoonmaakhulp kwam van ver. Zij kent mijn overburen goed, maar verder niet. Er kwam af en toe een man het gras maaien, maar dat zette ook geen zoden aan de dijk. Tot zo'n 4 weken geleden. Mijn beheerster had een andere werkman gevraagd dan ze van plan was. Want, mopperde ze, die ander had weer geen tijd. Deze werkman had ze bij een andere buur aan het werk gezien en hem gevraagd ook voor haar te klussen. Hij kwam een eerste keer, verrichtte goed werk en de beheerster oordeelde dat zij wel vaker mocht komen. Pluspunt op haar lijstje was dat hij vlakbij woonde en vaak beschikbaar was. Ook ik ben heel tevreden met deze werkman. Voortaan komt hij vast de prik elke maand mijn tuin bijhouden. En voor andere klusjes, ik zocht nog eens een monteur, wilde zijn broer wel meekijken. En die broer, daarmee had ik al een keer kennis gemaakt. Hij is zo'n beetje mijn naaste buurman. Het kringetje is rond. Het is nu ruim een jaar na mijn verhuizing. Langzaam, vindt u niet? Maar op zo'n dag als 4 weken geleden is het niet moeilijk om zegeningen te tellen. Elke dag wordt namens u, namens ZGG, werk verricht in Cambodja.
Voorzichtig, een langzaam werk. Werk dat door Gods genade elke dag verricht mag worden. Werk waar veel gebed voor nodig is, want de strijd van de machten is voelbaar. Ook werk waarbij gerust nog meer werknemers kunnen worden ingeschakeld. Ook in Cambodja moet een oogst binnengehaald worden. Loon op de arbeid van de grote knecht des Heren. Laten wij samen zingen uit Psalm 72. Vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, vers 6.